Ik ben 13 jaar profvoetballer geweest en heb 79 wedstrijden op het allerhoogste niveau gespeeld. Ik kan je zeggen, dat was supervet. Er is alleen één droom die nooit in vervulling is gegaan. Ik had namelijk zo graag mee willen spelen met Latje Trap. Ik was te oud. En daarom ben ik zo blij dat ik nu Latje Trap mag presenteren. Yes. Volle stadions, 5 talenten van een eredivisieclub en 1 lat. Dit is de spannendste voetbalcompetitie van Nederland. Zet je schrap voor Latje Trap. En we zijn vandaag in Rotterdam en wel in de wijk Kralingen, waar het stadion ligt van... Precies jongens, Excelsior. De tribunes zijn gevuld en de sfeer zit er goed in. Het zonnetje schijnt, de lucht is blauw. Latje trappers, kom maar gauw! Ah, daar zijn jullie al. Wie zijn jullie? Ik ben Tijmen en mijn positie is verdediger. Ik ben Enver en ik ben verdediger. Ik ben Damien en ik ben keeper. Ik ben Rohan en ik ben middenvelder. Jamie en ik ben middenvelder. Wij zijn Excelsior! Aangenaam kennis te maken, boys. Het publiek is er al helemaal klaar voor. Alle ogen zijn gericht op deze lat. Wat een heerlijke sfeer. Hoe graag wil jij later in dit stadion spelen? Heel graag. Mijn droom is profvoetballer. Gewoon in het stadion lastig trappen, dat geeft toch wel een gevoel. Wel een beetje spannend met al die mensen. Gezonde spanning. Gaat wel goed komen, toch? Sowieso. Iedereen heeft een heel goed schot. Ik heb gewoon een gevoel dat we het goed gaan doen. Dit zijn de regels van Latje Trap. Elke speler probeert de lat te raken van 3 afstanden. En raken ze hem vanaf de penaltystip, dan krijgen ze 1 punt. Vanaf de 16 meter krijg je 3 punten per bal. Jammer joh. En de 20 meter is 5 punten waard. Gaat die helemaal lekker hè jongens? Let maar even op. Mis! Maar let op, want we hebben ook... Wow, gouden ballen. En die zijn dubbele punten waard. Deze bal, die krijg je niet zomaar, die moet je verdienen. Heren, hoe goed zijn jullie met het clublied? Ik weet niet helemaal, maar ik weet wel een beetje gewoon. Ik ken in de eerste 2 zinnen. Ik ken de eerste 3. Ja, ik heb hier een decibelmeter. Weet jullie wat het is? Ja, dat meet geluid op. Dat waard het is. Precies. Even testen. Hoi! Ja, en nu is hij kapot. Nee, grapje. Oké, boys, het clublied in 110 decibel. En dan is die eerste gouden bal voor jullie. Ja, ik heb dus een gouden tip voor jullie. Ik zou niet op zingen gaan, want dit was behoorlijk vals. Maar op het hoogtepunt was het 111 decibel. Dus alsjeblieft, mannen. Ho. We zijn er nog niet. Wie van jullie is het beste in spellen? In taal. Zeker weten? Spel helemaal correct het woord Excelsior. E-X-C-L-E-L-S-I-O-R. Ding, 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 ding. Haha, klasse. Ik had stress, hoezo? De laatste gouden bal. Wie is hier het meest technisch? Pak hem. De opdracht is, maak met de gouden bal een rondje om de wereld. Lukt dat? Ja, denk het wel. Doe het niet zo vaak meer, maar... Als het je niet lukt, dan krijg ik hem terug. Kom op, kom op. Ik kan het. Zo, dat is lekker zeg. Het is bijna rust en dan mogen de jongens beginnen. Ah, kijk, daar heb je de rest van de ploeg. Die komen hun teamgenoten even succes wensen. Meneer, bent u speciaal voor vandaag naar de kapper geweest? Nee. Heb je het altijd zo? Ja. Super vet hoor. Waarom doe jij eigenlijk niet mee? Ik ben te slecht voor Latje Trap. Waar ben jij goed in dan? Keeper. Dat is natuurlijk ook belangrijk. Oké, jongens, het is tijd om te beginnen. We gaan naar vanaf de 11, 16 en 20 gaan we alles raken, oké? Damien, de keeper, bijt vandaag het spits af. Kom op, jongen! Ai, dat is balen. Damien! Tijmen dan. Heeft hij als verdediger het juiste schot in huis? Nee, helaas. Wel een hele mooie techniek en het scheelt ook niet veel. Dan komt Enver, de rechtspoot uit Bergse Hoek. Kom op, Enver! Hè? Wat doet hij nou?
Hij lijkt alsof hij wil stiften. Dat gaat helemaal mis. Gelukkig kan hij er zelf wel om lachen. Jammer. Dan mag Rowan aanleggen. Nou, daar ga je, jongen. Oeh! Die gaat net over de kruising. Jamien, de Rotterdammer met zijn fluwelen linkervoet, heeft de gouden bal die 2 punten waard is. En? Nee! Helaas, jongen. De 16 meter dan. Nieuwe afstand, nieuwe kansen. Damien, doe het, jongen. Hij zit er weer vlakbij, maar ja, daar koop je niks voor. En voor jij hierna. Kom op, Jamien. Dan mag Jamien. Hij woont hier om de hoek en zou zijn huis kunnen raken. Maar ja, hij moet op de lat. Nee! Excelsior blijft op 0 punten staan. Oh, jammer, jammer. Enver, geen stufje dit keer. Concentratie, jongen. Maar weer is het niet raak. Kom op, boys. Dit moet beter. Ja. Rowan, bezorg jij Excelsior de eerste 3 punten? Ja hoor! Lekker dan. Eindelijk is die vervelende 0 van het bord. Kijk, die zit er lekker op hoor. Prachtig schot. Tijmen, ga jij met de gouden bal er 6 punten bij schieten? Helaas, die zeilt over de goal. De laatste afstand. De 20 meter. En Damien mag de eerste bal nemen. Boys, kom op! Kom op! Tijmen, met zijn mooie techniek. Gaat hij het dan doen? Nee. Zo zeg, die zat er dichtbij. Wat een pech. Net onder de deklat. Jamien, met zijn gifgroene wondersloffen. Daar gaat hij. Nee, hij komt te kort. Die bal krijgt te weinig snelheid mee. Enver, kom op. Oh, helaas ook niet. Wat een pech voor Excelsior hier zeg. Dan de allerlaatste bal van Rowan. Zijn vorige ging erop. Kan hij dat kunstje herhalen? Komen de 10 punten bij? Ah, nee. Wat was dat wederom dichtbij. Dat is balen, zeg. Maar de sfeer in Rotterdam blijft goed. Het publiek en de jongens hebben genoten. Nog een mooie foto voor in de boeken. Maar onder de streep houdt Excelsior 3 punten over. En wat betekent dat voor de stand? Excelsior trapt dit seizoen af met een nette score. 3 punten. De Rotterdammers staan hiermee automatisch ook op de eerste plek in het klassement. Nog 17 Eredivisieclubs te gaan. En volgende week zien we of Almere City een droomdebuut maakt.